Met een vrij weekend voor de boeg, maar toch nog stiekem een oefenwedstrijdje tegen Fortuna Sittard tussendoor. Kijken we terug, blikken we vooruit en vragen we op wie de trainer eigenlijk lijkt in het huidige gebeuren. Dit is De Tos met Jos. Ja, wel met een beetje herrie op de achtergrond. Ja. We hebben een grasmaaier en wat boys die boven met zeker, de zeker, de trainer, zeker. Maar goed, er wordt gewerkt in ieder geval hier. Een beetje losjes is het. Ja, heerlijk, Lucas. Laat eens wat moves. Nee, schij uit, zeg maar, dan breed maar rug. Lucas, wedstrijdje tegen PSV, hoef het helemaal niet over te hebben. Kun je verliezen. Ik vind het nog best wel aardig gespeeld, trouwens. Ja, ja, inderdaad. Enige verlies, en ik weet niet of dat een verlies is. Giacomakis pakt zijn 50 gele kaart. Weet je, laat die ook maar eens even tot rust komen. Want het was een hoop gemekkeren van Giacomakis. Ja, in deze wedstrijd. In de vorige wedstrijd. Hij doet 2 keer 20 minuten mee bij Griekenland. Pakt 2 keer een gele kaart. Maakt geen doelpunt. Even niet lekker. Dus even rust. Lucas, wat is dat FCM in hemelsnaam? Ja, schij eens uit, zeg. We maken er iedere keer een grapje over van. We vinden Emme heel leuk. En we vinden Dick Lukien een toffe kerel. Maar dat is nu ook afgelopen. Ik vind ze vooral leuk in de keukenkampioen-divisie. Ik ook. Of in ieder geval onder ons. Ja. Komen eraan, hè? Dat is gevaarlijk, hè? Maar je weet het, Lucas. Wij hebben een hele reeks van nederlagen. Hoe langer? Dan komt de overwinning steeds dichterbij. Die komt steeds dichterbij. Dus en bij Emmen komt die nederlaag natuurlijk steeds dichterbij. Zeker. Dus eigenlijk, Lucas, kan dit niet meer fout gaan. Wij gaan weer winnen. Zij gaan verliezen. Komt goed. De allerbelangrijkste wedstrijd die komt er nog aan. Dat is de laatste wedstrijd van het seizoen. Tegen Emmen. Dan mogen ze tegen ons clubje, Lucas. En dan gaan we ze gewoon ouderwets alle hoeken van het veld laten zien. Zoals ze dat 25, 35 jaar lang in de eerste divisie. We hebben nog nooit verloren van Emmen, volgens mij. Dus dat gaan we nu ook nog niet doen. Emmen, daar gingen we vroeger met een wagen naartoe, man. Daar ben ik met mijn familie nog van. En die is klein, die familie. Heb je een muntje bij? Hey, je mag kiezen, Frans. Jij mag kiezen. Ik heb een paar muntjes meegenomen. Ik pak die 2 euro. Vorige keer had je die van mij gestolen. Ja. Dus die wil ik al. We gaan naar de Tos met Jos. Oh. Ja, trainer, dat wij verliezen van PSV, dat is natuurlijk geen schande. Dat verwacht je ook misschien wel een beetje dat Emmen wint. En weer dichterbij komt, dat wordt toch wel spannend, hè? Ja, zeker. Als je zelf de puntjes niet binnenhaalt en je concurrenten pakken dan onverwachts toch weer die 3 puntjes, dan is dat extra pijnlijk. Maar nogmaals, we hebben nog alles in eigen hand en daar moet je tot de laatste dag voor gaan. Dus ik heb wat dat betreft ook na zondag nog altijd het volste vertrouwen in de groep dat we het einde kunnen keren. Je hebt eindelijk eens even wat rust. Wat is wijsheid? De jongens gaan naar huis, doen 3 dagen vooral niks. Of jongens, kom naar de club en we gooien er nog een schepje bovenop. Wat is de Jos Loewekaai methode? Nou ja, dat we morgen een oefenwedstrijd hebben tegen Fortuna Sittard. Dus daar kunnen we weer zeker hopelijk proberen in de aanvallende impulsen een stukje meer vertrouwen te halen. Dat je daar wat meer doorzettingsvermogen gaat creëren. En, ik denk dat het goed is voor de spelers, vooral ook voor spelers die weinige minuten gemaakt hebben. Spelers die geblesseerd waren. Ja. Dus daarom komt dat oefenwedstrijdje morgen echt gelegen. Lucas heeft gelukkig een munt meegenomen. Deze is wel voor mezelf. Ik speel voor de vraag van Theo Verrentsen. Die gaat over de mentaliteit in Duitsland en in Nederland. Jij, ik Lucas? Ik speel voor Mark Driessen. Mark Driessen 3 heette die op en we gaan eens kijken. Ik heb kop. En het is. Kom op. Laten we van de camera zien. Ik denk dat de mensen dadelijk denken dat we hier staan te vliegen. Dus, okay. Goed, de vraag van Mark Driessen is, wie zou jij je van de huidige selectie kunnen, willen, durven vergelijken? Wat doen, hè? Niet van nu. Ja, het is een aanval, dat sowieso. Dat is natuurlijk al meer dan 30 jaar geleden. Ik zou zeggen, de VVV-fans die in mijn leeftijd zijn, of iets ouder, of iets jonger die me nog gezien hebben, laat die daar maar over uitspreken. Ik denk dat het zo lang geleden is dat het moeilijk is om vergelijkenissen te hebben. Maar als je over snelheid praat of over je individuele mogelijkheden of kwaliteit, ja, dan zitten er wat jonge jongens aan te komen hopelijk en die het goed doen, maar die natuurlijk nog wat moeten rijpen en wat meer ervaring nog kunnen krijgen. Maar over het algemeen praat ik niet zo graag over het verleden. Maar je doelt een beetje, denk ik, als je het over snelheid en jonge jongens hebt, Yakuro Hoemer. Onder andere. Trainer, dankjewel. Heel veel succes. Iedereen die nu nog geblesseerd is, hopelijk dan weer erbij. Oefenwedstrijd tegen Fortuna Sittard. En een paar dagen vrij ook nog? Of zaterdag en zondag. Oh, lekker. Ja, oefenwedstrijd vind ik goed. Ja. Daarna heel eventjes vrij, Lucas. Ja, moet laten ook gebeuren. Laten we daar eventjes van gaan genieten. Misschien hè, van elkaar, van lekker eten. Lucas, wij hebben vaker wat lekkers te eten erbij gehad. En wat hebben we allemaal gehad? We hebben Girosje vorig jaar bij Wim gezeten. We hebben Fly gehad. We hebben Fly gehad.
En Lucas, ik weet dat jij ook van de hele smerige dingen bent. Dus ik denk, we gaan even wat proberen. Ik heb de originele. Heb jij de Surfstreaming? Heb je die van de Graza gekregen? Nee, niet gekregen. Ik heb hem zelf besteld, maar hij tipte me wel. Dit moet je een keer proberen. Ja, dat schijnt echt zo'n naam te zijn. Maar ik vind wel, VVV heeft de eerste transfer van het seizoen al te pakken natuurlijk. Ja. Dat is niet een speler. We hebben een jongen hier rondlopen, een hele talentvolle jongen. Ja, die maakt altijd deze filmpjes. Hij is ook van de grappen op social media. Hij gaat naar ESPN, Stanny. Ja. Ik vind eigenlijk dat we deze met Stanny gaan openen. Ja, ik vind dat Stanny mag openen. Stanny, kom er maar eens erbij. Kom eens even erbij. Stanny. Hij houdt van de camera, dat weten we. Dit is dus de man die altijd deze prachtige filmpjes maakt. En nee, maar de echte prachtige filmpjes over spelers die geïntroduceerd worden. Over dat we de bus uitzwaaien. Hier, dat is het. Kom dat dit brein. En je gaat dus nu naar ESPN, hè? ESPN. Heb je honger? Hou hem even vast. We gaan hem openen. Lekker. Zeker. Het merk is al groot daar. Het merk... Dat is iets. Goeie wolf is het. Slijp erop. Dat roest zuur. Maar de geur wel. Nee, joh. Enigszins. Echt serieus, Luc? Wat een machine is dit? Wat is dit normaal? Ik vind hem niet zo spectaculair, joh. En veel mensen zeggen dit in je mond. Hé. Hey. Ik vind het goed vooral niet lekker. Fans, wat fans van VVV tegenwoordig. Doe maar. Ik ga hier heen. Dit is zo vies. Het is gekregen, man. Hoe ging het aan? Ja, dat doe ik al de ganze tijd. Dat is een probleem. Ik ga het gaan proberen, dan ga ik voor Rottenvis. Moet ik even naar mij staan? Best tegen een simpele zaak. Maar jongens, wat ziet hier allemaal aanstaan? Zo met de leefje te maken. Ik heb hier geen moeite mee. Ik denk dat ik van zijn groenen hier in geef dat hij dat niet las. Kloor. Nou, zit zo'n bot in. Wat is een tempel? Ja, ik weet het niet. Het zal wel aan mij liggen. De gifbeker is weg, Fus! Oh, ik los het wel besmakelijk in de kast. Tja, Lucas, dit was zo gok, ik zo een keer. Ik gok ook dat het helemaal. Ik ben nog wild. Stijflacht. Godverdamme.